Welkom bij deze podcast, waarin wij jou willen inspireren om te leven vanuit je authentieke waarheid, in vrijheid, plezier en in onvoorwaardelijke liefde. Mijn naam is Manisha Sluizer en ik ben verbonden met twee lichtmeesters, Aurealis en Hubert. Samen bieden wij een groter perspectief op het leven, situaties en gebeurtenissen. Wij begeleiden jou om spiritueel te ontwaken en je levensmissie uit te dragen op aarde. Wij leren je los te komen van de beperkingen van het denken, voelen en negativiteit. We willen je inspireren, uitnodigen om mee te bouwen aan een nieuwe wereld en een nieuwe tijd, waarin we samen leven in gelijkwaardigheid, respect, verbondenheid, vertrouwen en liefde. Vanuit daar onze samenwerking en onze boodschap. Namaste. The power of your mind. Ik wil je even meenemen in de kracht van je gedachten. Weet je, je mind is een van de krachtigste instrumenten die je hebt. En je mind is dus te focussen. Je kan je gedachten focussen. Je kan trainen. En er zijn mensen die zeggen, ik kan niet zo goed leren. Ik kan niet zo goed dingen opnemen. En het feit dat jij nu naar mijn stem luistert en me niet ziet, neemt een belangrijk zintuig weg en dat is het zien, het kijken. En we nemen de hele dag waar met onze zintuigen. Ja? De hele dag nemen we prikkels waar, wat via onze ogen eigenlijk wordt verwerkt weer, hè, in onze mind, in ons denken, in onze hersenen. Dus die prikkels komen eigenlijk op een gevoelsniveau binnen. En die worden verwerkt in het hoofd, hè, in je gedachten. Dus hoe jij die prikkels opvangt, dat is eigenlijk primair in hoe jij in het leven staat. Dus er komen prikkels van buiten, die komen bij jou binnen. En je lichaam is een voertuig van, dat heeft ook een geheugen, een lichaamsgeheugen. Dus als je het in een computer zet, hè, dan is je mind is een programma en eigenlijk je denken of je lichaam is dan waar alle prikkels worden geleid. Hè. Ja, ik zie dat dan zo voor, maar dan zie ik allemaal van die draadjes en allemaal prikkels die zo gaan, zo'n netwerk, hè, vol licht eigenlijk. Dus je lichaam is een opslagplaats van gevoelens. Een opslagplaats, maar ook gewoon een voertuig. Dus het is een geleidingsmachine, om het zo maar te zeggen. Object. Laat ik het een object noemen. Hè. We zijn geen machine, het is een object. Ja? Dus prikkels komen dus op gevoelsniveau, op zintuigelijk niveau, komen die gevoelens binnen. In je energetisch niveau. Dus het komt van buiten, komen die prikkels binnen en die worden verwerkt in je systeem. Nou, de meeste die zijn dus van het lichaam overgeschakeld in dat hoofd. Dus we zijn eigenlijk geïdentificeerd met het denken. Dus mijn gedachten hebben controle over mij. En wat je eigenlijk niet doorhebt in deze schakels, in je hoofd en je lijf, is dat dus er prikkels binnenkomen in je lichaam waarop jij dus reageert in je hoofd. Ja? En dus dat is ook heel vaak de vraag, hè? Is het eerst een gevoelssituatie die binnenkomt waarop je reageert of is het een gedachtensituatie? Maar omdat de meesten zo afgesneden zijn van het gevoel, denk je dat het allemaal je hoofd is. En ik wil je meenemen om dus die twee los van elkaar te halen. Hè? Dus er zijn dus bewijs van negatieve gedachten, hè? The power of your mind. Dus je mind, stel je bent geprogrammeerd op negatieve gedachten. Ik ben niet goed genoeg, ik ben niet mooi genoeg, ik kan dit niet, ik hoor er niet bij. Ik moet mijn best doen, ik wil erbij horen, ik wil geaccepteerd worden. Ik zeg maar wat, ik geef te veel energie weg. Andere mensen zijn beter dan dat ik. Ik ben niet in staat om lief te hebben. Ik ben bang. Ik durf dit niet, ik durf dat niet. Hè? Dus de mind,
die is reactief, dus die reageert eigenlijk op verschillende dingen en daarin ben je geprogrammeerd. Dus er zijn negatieve gedachten, ja. En als ik je aan je vraag, wat voel je dan? Dan zie je de meeste mensen zo, ik haal dus de prikkel weg dat je naar me kijkt. En dus dat je niet naar me kijkt, dat neemt dus de tactiele waarneming in je lichaam, die wordt dus nu versterkt. Je luistert naar mijn stem, waardoor er op een andere manier prikkels binnenkomen. Dus dat is auditief, via je gehoor. Hè? Dus via je gehoor komen nu prikkels binnen via mijn stem. Dus je wordt dan meer geleid in de prikkels in je lichaam. Ja? Dus het zien haalt eigenlijk houtactiviteit naar buiten gericht vast. Hè? Dus er is meer, ik ben naar buiten gericht, ik ben gericht op anderen. En mijn ogen en mijn gedachten, zeg maar, die reageren op die prikkels. Hè? Dus dan ga ik nadenken, wat zie ik allemaal? Maar als we dus niet zien, als je je ogen dus dicht doet, en dan luister je naar mijn stem. En dan kom je dus meer in je gevoelswereld. Dan zak je wat meer dus in die lichamelijke sensaties. Dan denk je, oh ja, hey, dit raakt me hier of dat raakt me daar. Omdat er dus iets, hè, een zintuig wegvalt. En dat is dus eigenlijk als je dus het horen wegvalt, hè, dan ga je dus alleen maar kijken. En dan word je wat alerter, omdat er dus, je moet reageren via de prikkels die via je ogen binnenkomen. En wij hebben zoveel zintuigen, dus er komt informatie binnen op heel veel niveaus. Er komt informatie binnen via onze ogen, via ons gehoor, via onze reuk, hè. We ruiken dingen, via onze smaak. En dan via onze, ik zeg maar wat, de trilhaartjes op ons lichaam. Dus het haar op ons lichaam reageert op een bepaalde manier. Onze huid reageert. En ons energieveld reageert. Dus de focus alleen op het denken. Dan sla je dus heel veel zintuigen over. Die dus eigenlijk de geest, het denken beïnvloeden. Ja, en een vriend van mij is psycholoog en ik vind het wel een mooi verhaal om even met je te delen. Een vriend van mij is psycholoog en ik had hem aan de telefoon en hij vertelde, ja, ik had laatst een jongen tegenover mij en die wilde graag gaan voelen. Dus ik ging hem uitleggen wat voelen is. Hè? Nou, een beetje dit en zo en zo en zo en zo. En ik ben wel benieuwd hoe jij dat doet, zei die Manisha. Ik zeg, ja, maar... Ik zeg, dat kan je eigenlijk niet met mij over de telefoon over praten. Ik zeg, ik ben opgeleid. Ik ben haptotherapeut. Ik ben opgeleid in het lichaam, in het voelen, in de taal van het voelen. Ik heb daar, hè, 5 jaar heb ik daar echt voor gestudeerd. En ik werk al 15 jaar met mensen om hen te laten voelen. Ja, ik kan het eigenlijk niet eens aan jou uitleggen, omdat jij in je hoofd zit en eigenlijk ook niet goed kan voelen. Dus ik kan daar heel slecht met je over praten, want... Ik kan het je gaan uitleggen, maar voelen is voelen. He, dus als jij wil voelen, dan moet ik je meenemen in mijn woorden om te gaan voelen. He, en als ik dus benoem van, als je denkt aan een moment waarop je pijn hebt gehad in je leven, pijn, dan reageert jouw lichaam op die prikkel van pijn. Dus jouw lichaam weet meteen, als ik het heb je wel eens je hart gebroken. Nou, dan eigenlijk je hele lichaam die gaat in een herinnering zitten. Zo van, ja, nou, en ik zeg al, hè, dus je lichaam, als ik het heb over pijn. Als het goed is, is er dus een terugtrekkende beweging in het lichaam. En je ogen die worden wat strakker en je mind die gaat dan aan. Want eigenlijk wil je geen pijn voelen. Dus als ik het heb over de allermooiste herinneringen in je leven. De allermooiste herinneringen in je leven. Wanneer was je blij of gelukkig? Of voelde je de liefde? Voelde je beschermd of warm? Ja, dan reageert je lichaam daar ook op. Dus er komt meteen een gevoelsgeheugen, een gevoelsherinnering in dat lichaam. Let op het woord gevoelsgeheugen. Dat spreekt. Hè? Dus dat komt naar voren. Dus hey, oh ja, dat herken ik. Dus het leven, als je naar mij vraagt, hebben we dus een denkgeheugen, een gevoelsgeheugen, maar we hebben ook een zielsgeheugen. Er is dus ook een weten in jou. Nou, de kracht van je mind, the power of your mind, zoals ik het deze podcast noem, of waar ik het met je over heb, is, hè,
we zijn dus gefocust op ja, mijn denken. Ik kan niet goed leren. Ik kan niet goed dingen opnemen. Ik kan me niet zo goed concentreren. Ik kan me niet zo goed focussen. Of ik kan heel goed leren. Ik kan dingen heel goed opnemen. Ik kan dingen heel goed waarnemen. Hè? Dat is dan, ik kan me heel goed focussen of concentreren. Dan hebben we het gewoon over dat IQ. Dan hebben we over dat denkgeheugen, dat denkvermogen. En dan gaan we het hebben over dat gevoelsvermogen. Hoeveel mensen, gevoelsgeheugen, hoeveel mensen zijn er ontwikkeld in hun gevoelsgeheugen? Daar zijn we niet in opgeleid. Nou ja, ik dan, maar de haptotherapeuten. Maar dat gevoelsgeheugen is dus vele malen krachtiger dan het denkgeheugen. En dan hebben we nog het zielsgeheugen. Je ziel die uberkrachtig is. Je ziel die een wijsheid heeft van, nou ja, miljoen, misschien biljoenen jaren. Je ziel is oud, is wijs, is dat weet dingen wat de mind niet kan bevatten. Dus dat is een heel hoger bewustzijn. Dus je bent in wezen ben je een hoog intelligent wezen. Dat is toch ook leuk, hè? Ik ben een hoog intelligent wezen. En mijn wezen komt eigenlijk uit een andere dimensie. En mijn wezen woont in mijn lichaam. En toen ik op aarde kwam, had ik eigenlijk geheugenverlies. Dus ik had geheugenverlies. Dus ik kwam op aarde met een bepaalde gevoelsgeheugen, met een bepaald weten. Maar ik ben ontwikkeld dus in mijn denkgeheugen. Mijn denkgeheugen is zich gaan ontwikkelen, want dat is het systeem, dat is de maatschappij waarin wij opgeleid zijn. En mijn denkgeheugen is dus gevormd, hè, door mijn opvoeding, door de mensen om mij heen, door school, door mijn opleidingen, door de maatschappij waarin ik leef. En mijn gevoelsgeheugen is ontwikkeld door dat wat ik heb meegemaakt in mijn leven, is mijn gevoelsgeheugen ontwikkeld. En mijn zielsgeheugen is er altijd al, maar als mijn denkgeheugen, als ik daar geen controle over heb, dus dat heeft alleen maar negatieve gedachten, dat heeft een focus en dat is geïdentificeerd met angst, dan kan mijn zielsgeheugen heel slecht er doorheen gaan. Dat is net als dat je zegt klop, 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 hè? God die klopt op je deur, maar je bent alleen maar bezet. Je bent niet bereikbaar, omdat je bezet bent in je hoofd, in dat denkgeheugen. Dus je mind is trainbaar, ja? Je gevoelsgeheugen is trainbaar. Je zielsgeheugen is een feit. En dat is ook dat we zeggen, sommige dingen, net als liefde, sommige mensen die je ontmoet, er zijn sommige dingen die weet je gewoon, die weet je gewoon. Maar de mind is onzeker en je gevoel, die heeft zoiets van, ja, ik weet het eigenlijk niet zo goed. Ik weet niet wat ik wel of niet kan vertrouwen, want mijn mind zegt het ene, mijn gevoel zegt het ander. Je ziel heeft dus een geheugen die dingen weet. Die weet waarom jij op aarde bent, die weet waarom je deze dingen leert, die weet wie jij en ik in essentie zijn. Die weet waarom je deze persoon wel ontmoet en deze persoon niet. Die weet waarom je wel met deze persoon een relatie aan moet gaan en met deze niet. Die weet, nu, deze baan die is voor mij. Dit is het pad waar ik moet belopen. Dat weet die ziel. Dat is een intuïtie die wij allemaal bezitten. Dus dat denken kan je dus herprogrammeren. Dat gevoelsgeheugen kan je dus, daar kan je ruimte geven zodat het gevoel er mag zijn. Dat is ook te herprogrammeren. Maar dat is in die zin, het gevoelsgeheugen verbind je met je zielengeheugen. Want die twee zijn eigenlijk één, die horen bij elkaar. Maar als de mind, the power of the mind, als jouw mind het gaat begrijpen, jouw denken het gaat begrijpen. Oh ja, ik begrijp dat alles, dat mijn hele lichaam nu op spanning gaat, omdat ik dit eng vind. Dit vind ik spannend. Oké, maar ik ga even met mezelf in gesprek. Is dit werkelijk spannend wat ik nu moet doen? Is dit werkelijk heel eng? Moet ik hier heel bang voor zijn? Is dit levensbedreigend dat mijn hele overlevingssysteem ingeschakeld wordt? Nou, nee. Dus er gaat een interne communicatie plaatsvinden tussen jouw denkgeheugen en jouw gevoelsgeheugen. Die twee gaan met elkaar in gesprek. En wanneer er dus ruimte komt voor positieve feedback,
hè, positieve herinneringen, positieve gevoelens. Als hè, je gaat je veilig voelen, er komt liefde, er komt vertrouwen, er komt gelijkwaardigheid, je voelt je begrepen, je voelt je gezien, je voelt je gehoord. Er wordt naar je geluisterd en jij gaat opeens, hey, maar ik begrijp dit van mezelf. Dan ben je dus in staat om de intelligentie die je hebt, om dat te gaan vergroten. En jij bent in staat om gewoon andere talen te leren. Misschien doe je er wat langer over, maar ons brein, wij zijn echt multidimensionaal. Dus wij zijn in staat om dingen op te nemen. Wij zijn in staat om nieuwe dingen te leren, elke dag weer. Ja, en de een vindt het heel leuk om te leren om de hersenen te gebruiken. En de ander heeft zoiets van, weet je, laat mij gewoon mijn handen gebruiken. Ik ben een gevoelsmens. Ik moet mijn hart en mijn handen, die horen bij elkaar. Ik moet creatief bezig zijn. Ja, en dat is allemaal werken dus met het lichaam. Zodat de ziel uitdrukking geeft vanuit de handen en het lichaam. Of de ziel geeft uitdrukking in het hoofd. Ja, die geeft positieve, liefdevolle signalen in je denken, rust in je lichaam. En die zegt, kijk, ik heb deze intelligentie waarmee jij op aarde bent. En deze intelligentie mag jij doorgeven. Dus spiritueel zijn gaat niet alleen maar over mensen helpen, mensen aanraken en helen en een coachingspraktijk hebben. Integendeel. Ja, dat is in organisaties ook zitten. En mensen ruimte geven. Mensen dus laten floreren in hun intelligentie, in hun denkgeheugen, in hun gevoelsgeheugen. Mensen laten zijn. En the power of the mind. De mind wil denken. En de ziel wil zijn. Dus in dat spirituele werk, in jezelf ontwikkelen. Iedereen wil zijn. Iedereen wil in rust zijn en liefde zijn. En ik ga je echt vertellen dat het mogelijk is om je mind zo te trainen, dat is net een topsporter. Zo moet je het ook zien. Je bent in staat om alles te leren. Je bent in staat om angst te overwinnen. Je bent in staat om ziektes te overwinnen. Je bent in staat om jezelf te genezen. Als je dus dat denkvermogen op een andere manier gaat inzetten. Dus het denkgeheugen koppelen aan het gevoelsgeheugen. En dan het zielsgeheugen daarmee verbinden. Moet je kijken wat er dan gebeurt. En dan zeggen ze ook, hè, je hoofd, je hart, je buik. Dus je bent zoveel meer dan alleen je denken. Ja? En ik zeg ook wel eens, ja, je hebt dat denken, dat is een beetje die aap in je hoofd. Die gaat alle kanten op. Dan heb je je hart. Ik voel mijn hart zo. Ja, maar je leeft. En wat wil je hartje vertellen? Ja, dat ik niet zo in mijn hoofd moet zitten. Nee. Ja, dus je hart zegt, voel mij, voel mij. Ik heb allemaal lichamelijke klachten. Ja, je lichaam zegt, voel mij, voel mij. Dus in dat zielsgeheugen, en dan ga ik je echt vertellen dat op 1 meter afstand van jezelf, daarin komt al informatie binnen. En eigenlijk op 3 meter van jou af, zeg maar, 3 meter van jou af, wordt er al met jou gecommuniceerd. Als er een ziekte zich ontstaat in je lichaam, die wordt eigenlijk op 3 meter afstand, wordt die al aan jou verteld. Joehoe, ik ben een beetje moe. Joehoe, ik heb een beetje hoofdpijn. Joehoe, ik heb last van mijn voet. Joehoe, mijn buik. Hè, dus op 3 meter afstand in dat energetisch veld, jouw zielsgeheugen, jouw ziel, die communiceert al met jou. Maar omdat je zo bezet bent in je hoofd, bezet bent in dat gevoel dat je, ja, maar ik weet niet wat ik voel en ik weet niet hoe ik dat moet doen. En dus er is een verkeerde focus. Dus als de focus helder is, een positieve focus in de mind, een positieve focus in het voelen, een positieve focus met de ziel. Hey, ik ben een beetje moe, ik kan beter nu gaan rusten, want anders kan de ziel me gaan waarschuwen, bijvoorbeeld met een ziekte. Een ziekte heeft een boodschap, als je dat gelooft. Ziektes hebben boodschappen voor de mensen. We hoeven niet te sterven aan kanker. We hoeven niet te sterven aan hart- en vaatziekten. We hoeven niet te sterven aan hartpijn. Het leven is een event vol ervaringen, vol belevingen, vol avontuur voor jou om te herinneren wie je bent. En dat geloof ik. Om, om,
om je emotionele intelligentie, je denkfrequenties, je denkvermogen, je hartsvermogen, je zielsvermogen, om dat te gaan begrijpen. Oh ja, en als je het gaat begrijpen, dan kan je het ook weer herinneren. Daarvoor kunnen we ook in meditatie gaan. En je kalmeert je gedachten. Je maakt verbinding met je gevoel. Je durft nare gevoelens toe te staan, zodat je hoofd kan zeggen, oké, ik ga jou niet meer beschermen, maar ik ga samenwerken met jou, the power of your mind. Ik ga samenwerken met jou. Mijn denkgeheugen gaat samenwerken met mijn gevoelsgeheugen. Oké. Dus er komt communicatie tussen die twee. Dus net alsof je je monitor en je, hoe heet dat? Je geheugenkast en je monitor van je computer, die breng je in één. Hè? Net als zo'n laptop heeft alles al in één. 3 in 1. Jij bent dat lichaam, ziel, geest. Dus je zintuigen hebben invloed op hoe je denkt. Je gevoelens hebben invloed op hoe jij denkt. Hoe jij denkt heeft invloed op je gevoelens. En hoe jij denkt heeft invloed op je waarneming. Dus als jouw waarneming, je perceptie op angst gefocust is. Ik ben niet goed genoeg. Ik moet mijn best doen. Hè, mensen zijn gevaarlijk, zijn onbetrouwbaar. Als je focus dus daarop is. Ik moet mooi zijn, ik moet goed zijn. Dan mis je dus je zintuiglijke waarneming en je gevoelswaarneming. Als je focus is op, wauw, oké, ik ben hier om ervaringen op te doen. Ik ben hier, ja, ik ben eigenlijk de baas over mijn eigen denken, over mijn eigen gevoelens, over mijn eigen waarnemingen. Ja, ik heb een liefdesbewustzijn, dus ik ben, al mijn zintuigen zijn ingeschakeld. Ik zie, ik voel, ik hoor, ik ruik, ik proef. Ik voel. Mensen zijn. Er zijn mensen die ik niet vertrouw, er zijn mensen die ik wel vertrouw, maar ik ben veilig bij mezelf. Ik ben gegrond bij mezelf, ik ben veilig bij mezelf, ik ben aanwezig in mijn lichaam. En ik voel als iemand op me afkomt, dan denk ik, oh ja, wacht even, deze persoon zit niet goed in zijn vel. En ik hoef niks te doen, ik hoef niet voor deze persoon te zorgen, ik mag er gewoon zijn. Hey, hallo, deze persoon vind ik heel erg leuk. En ik merk dat mijn hele lichaam open gaat, als ook een soort zonnetje wordt, mijn energie wordt sterker en groter en ik denk, wauw, leuk. Maar ik merk ook dat ik het een beetje spannend vind, maar leuk. Hè? Dus ik ben in contact met mijn denken, met mijn voelen, met mijn waarnemingen. Ik zie het een beetje als zo'n zeeanemoon of zo'n kwal. Zo'n zeeanemoon, weet je, in dat water. Dat is heel stevig, dat zit vast aan de grond of aan een rots. Een stuk aarde. Dus wij hebben de gravity, wij hebben de zwaartekracht. Wij zijn verbonden aan de aarde. En we voelen dat water, of het warm is of koud is. Of als er iets naar ons toe komt of niet. Of wat we ons klein moeten maken of groot moeten maken, onszelf beschermen of gewoon lekker kunnen expanderen. The power of your mind is dus beïnvloedbaar. We zijn beïnvloedbaar. En we zijn te trainen. Als jij een marathon wil lopen en een marathon wil winnen, dan kan dat. Als het in jouw bereik ligt, ik bedoel, ik denk niet dat ik een marathon ga winnen, maar ik kan hem wel lopen. Ik kan mezelf trainen. Als ik vloeiend Spaans wil spreken, dan kan ik dat trainen, kan ik dat op me nemen. Mijn mind is in staat om dat op te nemen. Als ik verlicht wil zijn en de liefde wil kennen, dan ben ik te trainen. Dus mijn vraag aan jou is, wat wil jij? Wat wil jij in het leven? En als je geloof dat alles trainbaar is. Dus je hartfrequentie, zeg maar, je hoeveelheid in liefde, je focus, je perceptie van het leven. Het is allemaal te trainen. Als ik aan je ga zeggen, kijk, voel, hoor. En hoe hoger je trilling, hoe hoger je bewustzijn, hoe schoner eigenlijk je bent. Dus je bent los van oordelen, verwachtingen. Dan ga je merken dat alles intenser wordt. En mensen vinden dat spannend, dat dingen intenser worden.
Maar ja, dan ga je voelen, dan ga je leven, dan ga je beleven als het zo intens wordt. En er is niet alleen maar angst, integendeel. Angst zegt alleen maar, oh gevaar, let op. Maar er is zoveel moois te bedenken, tot je te nemen, te voelen en waar te nemen. Zoveel moois. Dat paradijs is hier op aarde. Die intense liefde is te voelen in elke cel van jouw lichaam, in een meter, in 3 meter van jou af. In elke gedachte kan er liefde zijn. Is er liefde? Je kan gewoon zijn. The power of your mind. De focus die je hebt is essentieel. Waar focus jij je op? Is het angst? Is het negativiteit? Zijn mensen lastig? Heb je last van mensen? Of ben je gefocust op dankbaarheid? Op liefde, op vrijheid. Openheid. De details van het leven. Mis die niet. Er is maar één iemand heel belangrijk en dat ben jij. Self-care. Eigenlijk moeten we dat leren op de basisschool. Jij bent belangrijk. Jij bent uniek. Jij hebt wat te brengen. Jij hebt een bepaalde manier van denken. Je hebt een bepaalde manier van praten. Er is niemand zoals jij. Niemand. Er is niemand die zo denkt en niemand die zo voelt als jij. Maar universeel zijn we hetzelfde. En jij zet je doelen, jij zet je focus. Ik ging voor verlichting. Nou, ik heb het geweten ook. Ik moest er doorheen, ik moest hard werken. Maar ik zei, ik wil dat, ik wil die vrijheid in me denken. Ik wil niet meer beperkt worden door negatieve gedachten. Dat het leven stom is, dat mensen stom zijn, dat ik oordeel. Dat ik verwachtingen heb die gewoon niet reëel zijn. Ik wil vrij zijn van deze beperkingen, mezelf niet meer klein houden, mezelf niet meer waardeloos vinden. Ja, ik kan niet goed leren, ik ben niet goed genoeg, ik wil dat niet meer. Dus ik moest hard werken in mijn mind, in mijn hart, in mijn, hoe ik de dingen tot me neem, tot mijn, ja, hoe ik dingen ontvang. Dus wat wil jij? Welke kracht heeft jouw denken over jou? En welke kracht heb jij over jouw denken? Je hart is sterker dan je denken. Je ziel is sterker dan je hele wezen. Dan je mind, je body. En die power, om die power van je ziel tot je te nemen, kan je niet anders dan door de lagen van je denken heen werken. Door de laag van je gevoel heen werken. Gevoelsgeheugen, hartgeheugen, zielsgeheugen. Samenbrengen. Het is als een zandloper. Dat gaat allemaal zo door die zandloper. En dan is het opeens allemaal één onderin. Je lichaam in eenheid. The power of your mind. Dus kies de juiste mensen om je heen. Kies de juiste docenten. En wil je je leven veranderen? Ga dan bij de mensen die je leven veranderen. Ga voor die risico's. Zet die stap. Neem die stappen in je leven. Zodat je ervaart en beleeft. En denk je, oh, nou, dit was toch niet de juiste keuze. Prima. Ga ervoor. Open je hart. Neem die ervaringen tot je. Daarvoor ben je op aarde. Zit je in die relatie en je krijgt niet de liefde die je wil. Praat. Open je hart. Niet van hoofd tot hoofd. Van hart tot hart. Wij kunnen met elkaar communiceren van hart tot hart, telepathisch. Wij kunnen elkaar aanvoelen. Op die meter afstand, 3 meter afstand, kunnen wij in een veld van liefde zijn. Je hele huis kan je vullen met liefde. Als jij je bewust bent. Bewust zijn. The power of your mind. Bewust zijn. Bewust zijn van alles wat is.
Sommige dingen zijn voorbestemd. Sommige dingen zijn meant to be. Open je mind, open je hart. Verbind je met je ziel. En laat destiny naar je toe komen. Wil je die levensverandering? Die verandering in je leven? Reis met mij mee. Eigenlijk kan je 15 weken met mij meereizen. Ik leg je uit. Ik laat je voelen. Ik laat je zien, horen, proeven, ruiken. Hoe het in elkaar zit. Dat je het begrijpt, jezelf begrijpt. En dan heb je het leven nodig om je te leiden. Er bestaan geen quick fixes. Je kan echt shoppen bij de hele wereld. Dus iedereen die geeft je informatie. Maar het gaat erover om jezelf te begrijpen. Begrijp jezelf. Begrijp the power of your mind. Dat daar begint het, bij je mind. Openstaan om te voelen. Openstaan om waar te nemen. Openstaan om je bewustzijn te verruimen. Je frequenties, je vibraties. Loskomen van het mens zijn. Loskomen van je persoonlijkheid. Loskomen van het denken. Dat is een reis. En dat is geen makkelijke. Dus heb de juiste mensen om je heen. Zodat je steun voelt, backup. Zodat je die reis kan maken. Ik ben hier voor jou. Om met je mee te reizen. Voor altijd. Weet dat. Veel liefs. Heb een fijne dag en een fijn moment. Als je wilt delen, deel maar met me. Als het je raakt, laat het me weten. Veel liefs.